Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuw filmpje van Stamping Club Nederland. In dit filmpje wil ik je laten zien hoe ik deze cadeauverpakkingen heb gemaakt. Dit zijn een aantal cadeauverpakkingen in de inkollenkleuren. Vier van de inkollenkleuren 2022-2024. Het idee voor deze doosjes zag ik bij een Franse collega demonstratrice. Waarvan ik de blog zal verlinken hieronder in de beschrijving. En ik vond het een superleuk doosje, dus ik ga je laten zien hoe ik het heb gemaakt. Ik heb het met een magneet gesloten. Er kunnen wat leuke dingen in. Deze heb ik met een paperclip gesloten. Dus je kunt daar zelf je eigen idee in aanbrengen. Hoe je de sluiting doet. Maar ik ga je de basis nu laten zien hoe dat. Oké, even wat je nodig hebt. Ik werk dus met de inkollenkleur 2022-2024. En ik heb hier een kleine flyer. Ik zal de link naar deze flyer ook weer vermelden onderaan dit filmpje in de beschrijving. Het zijn namelijk een aantal inkoller club mogelijkheden van complete pakketten waarin je alle kleuren van de inkollencollectie ontvangt. Ik heb een basisclub, een uitgebreide club en een complete club. En je ontvangt bovendien allemaal leuke extra's. Dus mocht je interesse hebben, dan kun je in de link hier onderaan dit filmpje daar meer informatie en prijzen over nalezen. Of ja, vinden en nalezen uiteraard. Dan ga ik werken met de kleur Starry Sky. Dat doosje dat had ik net niet laten zien. Dus dat is een mooie gelegenheid om met die kleur te gaan werken. Je hebt nodig een A4 vel kaartkarton. En ik heb uit de serie Incolors designerpapier heb ik een patroon genomen. Dat is een half velletje van het 15 bij 15 papier uit de inkoller serie. En je hebt daar dus een half vel van nodig. Je kan beide kanten gebruiken zoals je ziet. Dus dat gaan we later bepalen wat we daarvoor nodig hebben. Verder heb ik de Starry Sky inktpad. En ik ga het doosje aankleden. Met stempels uit de set Lovely and Lasting. Deze vind je in de jaarcatalogus, pagina 25. Super mooie bundel. Stempelset met bijpassende pons. Hele toffe bundel. Daar heb ik al heel veel leuke dingen mee gemaakt. En er zijn nog heel veel mogelijkheden. En verder was dat het eigenlijk. Dus dat is niet heel veel. En dat is altijd leuk als je een snelle cadeauverpakking kan maken. Dit leggen we even aan de kant. We gaan starten met het A4'tje. En ik pak even mijn snij- en rilapparaat erbij. Die klap ik open, want die hebben we ook nodig met de verlengde liniaal. En ik ga mijn A4 karton snijden op 17 centimeter. De korte kant is boven en ik kort hem af op 17 centimeter. En vervolgens draai ik het geheel om naar de lange kant. En dan snij ik het op 25,7. Zo, en als je het in inches, dat is 10 en 1 vierde, even kijken of ik dat goed zeg, 10 en een achtste inch. Dus 25,7 is 10 en 1/8 inch. We laten hem aan de lange kant, die leggen we bovenaan. En dan gaan we een aantal rillijnen maken. Te beginnen bij 1,9 centimeter. En dat is 3/4
inch. Je kan hem ook aan de rechterkant van je snijapparaat rillen en dan het geheel weer omdraaien. Ik doe het even op deze manier. 3,8. Dat is 1,5 inch. Zo. 8,9. Dat is 3,5 inch. En dat is 6/5/8. Als ik het zo snel even goed zeg. Dus 16,8. 21,9. Ik zal alle maten ook hieronder in de beschrijving van het filmpje weer vermelden. En de laatste is 23,8. En voor degene die het fijn vinden, zal ik ook de inchmaat erbij zeggen. Dan draaien we het geheel om en dan rillen we op 4,7. En 12,3. En terwijl ik dit nu aan het rillen ben, bedenk ik me dat ik ben vergeten te zeggen dat ik ook nog een andere pons heb gebruikt. En dat is namelijk een pons, de driehoekpons, dat is deze pons uit de nieuwe juni-december mini-catalogus. Het is een super leuke labelpons. En ik heb hier een voorbeeld van wat je daarmee kan doen. Deze zit iets te laag. Maar goed, je kan er hele leuke hoekjes mee maken. En daar dan labels mee ponsen. Die gaan we zo meteen gebruiken. En ik zal je dan wat meer laten zien. Voor nu hebben we deze layout. Van wat we net gerild hebben. Ik zal even mijn snijapparaat aan de kant leggen. En dan hebben we de schaar nodig, want we gaan wat dingen knippen. En wat we gaan knippen is eigenlijk heel simpel. Hier, deze hoeken gaan we eruit knippen. Dus dan krijg je een soort van kruisvorm wat overblijft. Dus deze rechterhoeken, dat zijn twee rechthoeken en een vierkant. Dat knippen we er helemaal uit. En zo meteen hebben we nog even het snijapparaat nodig. Maar goed, we gaan nu eerst even dit knippen. Dat doe je voor alle vier de hoeken. Zo. En de laatste. Zo, en dan is dit wat je hebt. Dan, wat we nog moeten doen is even hier aan de zijkant. Om het zeg maar een soort van trapeze vorm te laten worden, dit doosje. Gaan we aan de zijkant twee markeringen maken. Daarvoor leg je de zijkant van je doosje in het snijapparaat. Althans, zo doe ik het. Je kan ook met een liniaal en een potlood werken, uiteraard. Ik leg de linkerkant aan op 2 centimeter. Maak hier even een markering en dat doe ik aan de andere kant ook. En dan kan je uiteraard ook meteen aan de onderkant doen.
Deze even terug. En dan hier ook. Dus ik heb 4 markeringen gemaakt. Op 2 centimeter vanaf de buitenlijn. Buitenkant. En ik ga een schuine rillijn maken vanaf dit punt naar deze linker onderhoek. En vanaf dit punt naar de rechter onderhoek. En dat doe ik bij allebei de kanten. Nu ook kun je een rilpen en een liniaal gebruiken. En ik gebruik mijn snijapparaat. En dan zijn we echt klaar met het snijapparaat en kan hij aan de kant. En dan kunnen we met het vouwbeen even de rillijnen navouwen. Zo. Dit wordt een dalvouw, deze. Als ik het goed zeg. Nee, dat zeg ik fout. Dat wordt een bergvouw. Sorry daarvoor. En dit wordt een dalvouw. Dus op deze manier wordt hij zo meteen gevouwd. Dus bergvouw. En deze bovenflap gaat terug. Dat wordt een dalvouw. En dat komt dan zo tegen elkaar. Dan kunnen we deze nog even hier naar binnen vouwen. En dan zie je eigenlijk al een doosje ontstaan. Deze flapjes komen naar binnen. Deze lange zijkanten komen daar tegenaan. Dat zijn dan de plakrandjes. En dan heb je eigenlijk zo al een mooi doosje gemaakt. Zo simpel en snel kan het zijn. Ik draai hem even met de buitenkant naar voren. En dan gaan we het designerpapier snijden. Toch nog niet helemaal klaar met het snijapparaat. Want dat designerpapier, dat is in de breedte 7,3 centimeter. Dus ik ga dit stuk afsnijden op 7,3. En dat is op een paar millimeter na. Dus de helft van zo'n 15 bij 15 centimeter stukje papier. En dan draai ik de lange kant weer naar boven. En dan ga ik 4 stukken snijden. Namelijk 2 stukken van 4,8 centimeter. 1. 2. En 2 stukken van 1,6. Dat doe ik even aan de korte kant van mijn liniaal. Omdat ik dan wat meer houvast heb. Dat vind ik fijn. 1. En nog een stuk van 1,6. En dan heb ik dit stukje nog over. En dan wordt dat op deze manier op het doosje geplakt. Je kan dus allebei de kanten gebruiken. Ik vind zelf die stippen wel erg leuk. Die heb ik nog niet in het patroon. Of in de... bij de andere doosjes. Dus ik ga die gebruiken. En dat wordt op deze manier op het doosje geplakt aan de buitenkant. En dan kun je dat vastlijmen. Dan zitten die vast. Dan kun je met wat dubbelzijdig tape kun je deze driehoekjes even beplakken. Je kan dat natuurlijk ook met vloeibare lijm doen. Ik vind het bij doosjes altijd fijn om steviger lijm te gebruiken.
En dan gaan we nog eventjes die bovenkanten van deze flapjes gaan we even bonzen. En dat heb ik dus gedaan met deze hoekbons. Ik heb deze bonshoek gebruikt. Ik schuif deze hier in de pons. En ik druk hem aan. Nu wil ik natuurlijk aan de andere kant precies dezelfde. Dus dat hij ook hier rond loopt. En daarvoor moet ik hem omdraaien. Dus op deze manier. En dan schuif ik hem weer in het apparaat. En dan heb ik dus keurig twee ronde hoeken aan de bovenkant. Zou ik het aan dezelfde kant doen, dan krijg ik een hele andere uitgeponste vorm. En dat is niet wat we willen. Dus dat doe ik aan de andere kant precies hetzelfde. En ik draai hem ook weer 180 graden om. En dan heb ik een mooi sluitend geheel. Dus dat is ook waar je de hoekbons voor kunt gebruiken. Behalve voor het maken van labels. Dan kunnen we deze plakrand verwijderen. En de zijkanten hier tegenaan brengen. Zodat ze precies mooi op elkaar passen. En zo zie je dat je dus een soort van trapezevorm krijgt. Zo. En deze kant nog. Nou, dit kun je natuurlijk met allerlei papiertjes en kleurtjes kaartkarton maken. En ik heb er weer voor gekozen om een magneet te gebruiken. Dat vind ik fijn om dat te doen. Je kan natuurlijk meerdere sluitingen maken. Je kan het ook met een lintje doen. Of dat je er wat gaatjes in ponst. En een lintje er doorheen rijgt. Alles is mogelijk. Deze wil ik even mooi op elkaar hebben. Druk ik het aan en kan ik het openmaken. Dit is de basis van het doosje. Dan kunnen we nu verder gaan met de versiering. Zoals ik al zei, gebruik ik voor de versiering de stempelset Lovely and Lasting. Met de bijpassende pons. En ik ga dit label stempelen. En omdat dit label is zeg maar flexibel. Het zijn fotopolymeer stempels. Dus leg ik hem eigenlijk voor me op mijn werkblad. En dan druk ik mijn inktblok erop. En dan weet ik gewoon dat hij altijd mooi in de vorm zit. Zoals je kunt zien zitten er verschillende stempels in. Naast het label heb je nog een mooie bloem. Die bloem heb ik bijvoorbeeld hier op dit doosje in verschillende kleuren gestempeld, uitgeknipt en daarna verwerkt. Ik kan ook het hart van de bloem nog uitknippen. En ik heb hier ook op alle doosjes eigenlijk de bloemen verwerkt. Ik kies er nu even voor om alleen het label te doen. En ik ga, je kan daar ook verschillende teksten in stempelen in dat label. Dus nog een mooie achtergrond stempel van Mozaïek. En er zijn nog vier kleine stempeltjes met takjes en swirls. Die je ook kunt gebruiken in het label. En ik kies nu voor de stempel Happy Birthday. Toch wel een mooie algemene stempel. Die leg ik hier ook wel weer in op mijn werkblad. En ik druk eigenlijk ook weer mijn inktblokker op. En dan kun je gewoon deze stempel in één keer afdrukken samen met het label. Dus dat is al super handig. Dan heb ik een stukje. Een
basiswit kaartkarton en uiteraard de inktpad Starry Sky. En ik druk het af en vervolgens kun je met het label, of met de label pons eigenlijk moet ik zeggen, het label heel mooi ponsen. En ik kan er nog voor kiezen om het een beetje op te leuken met een leuk bloemetje of een swirl. Even kijken of dat goed, dan had ik hem iets hoger moeten doen, denk ik. Volgens mij moet dit wel lukken. Dus ga ik deze nog even afdrukken. Hier onderin. Ik kan hem ook in een hoekje doen, maar ik ga hem onderin doen. Zo, even een leuk bloemetje erbij. Is altijd wel zo vrolijk. Even kijken, nog wat Stampin' Dimensionals erop. Nou goed. Twee kan. Met vier heb je ze extra stevig. Zo. Op de voorkant. En zo heb je nog een leuk doosje. En dan heb ik bij de andere doosjes zou je nog eventueel ook nog een lintje kunnen gebruiken. Ik heb bij deze doosjes overigens een hoekpons gebruikt om de hoekjes af te ronden. Nou ja. Zo zijn er natuurlijk verschillende mogelijkheden om deze doosjes te maken. Ik wil je bedanken voor het kijken en heel graag tot een volgende keer.